Graag lees ik een stukje voor uit mijn boek Moeiteloos Ondernemen. En het staat in het hoofdstuk over geld. En het gaat over succes. Succesangst overwinnen. Het is misschien raar, maar ik kom vaak tegen dat ondernemers bang zijn om succes te hebben. In eerste instantie hebben ze het dan over faalangst en dat ze bang zijn dat het niet goed gaat. Als ik echter doorvraag, blijken ze banger te zijn om succes, dat het succesvol wordt. Hieraan liggen verschillende oorzaken ten grondslag. Je kunt bang zijn dat succes minder vrijheid met zich meebrengt. Wellicht ben je bang dat de vrijheid verliest als je meer klanten krijgt en het drukker wordt. Deze angst weerhoudt je er onbewust van om meer klanten aan te trekken. Dit uit zich vaak in weinig actie ondernemen, blijven hangen in het maken van plannen, maar soms ook juist in de tegenovergestelde. Heel veel actie ondernemen, maar niet de juiste acties. Een andere oorzaak kan zijn dat je jezelf niet als succesvol ziet. Een andere oorzaak is dat het succesvol zijn en in de flow mooie dingen bereiken niet past bij je zelfbeeld en eigenwaarde. Je hebt in het verleden gemerkt dat je niet uitblinkt, dat je middelmatig bent of dat je succes niet voor je is weggelegd. Onbewust hou je dit zelfbeeld in stand door het succes tegen te houden. Dit kan zich uiten door blijven plannen maken in plaats van actie ondernemen of het zeer voorzichtig en bescheiden positioneren van jezelf en je bedrijf. Je kunt ook geremd worden door je familiesysteem. Ga steeds een laagje dieper. Een andere reden voor succesangst ligt in het familieverleden. Als kind van je ouders en voorouders neem je soms een last op je of herhaal je onbewust een patroon dat in de vorige generaties is ontstaan. Je bent dan in de onderstroom loyaal aan een voorouder. Deze loyaliteit kan over verschillende zaken gaan. Zo kan het zijn dat je voorouders geen succes kunnen hebben vanwege de omstandigheden waarin ze leefden. Ook kan het zijn dat ze wel succes hadden, maar dat ze hier aan ten onder zijn gegaan. Of je voorouders werden uitgestoten vanwege het feit dat ze succes hadden. Om er maar een paar te noemen. Als dit in jouw familie weg is gestopt, geen plek heeft gekregen of niet zichtbaar is, dan kan het zomaar zijn dat dit jou vanuit de onderstroom beïnvloedt en zo het succes van je bedrijf belemmert. Het kan ook zo zijn dat je onbewust deze last, teleurstelling of zwaarte met je meedraagt. Dit uitzicht in het feit dat jij met je bedrijf moeite hebt om vooruit te komen, groter te worden, de dingen te doen waar jij blij van wordt of moeiteloos geld te laten stromen. Je merkt dat je hard moet werken en weinig resultaat bereikt of dat je tegenslag na tegenslag tegenkomt. Het kan ook zijn dat je het moeilijk vindt om een eerlijke, goede, vaak hogere prijs te vragen voor je diensten en producten. En een andere uitdrukkingsvorm is dat je blijft hangen in activiteiten die je niet echt verder helpen. Je blijft aan het rommelen, maar zet niet echt een stap naar groei, op welk gebied dan ook. Nou, als je mijn boek koopt, kan je het verder lezen.